President Desi Bouterse is vandaag op een persconferentie ingegaan op de economische situatie als gevolg van de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname. Ruim een week geleden kwam aan het licht dat de moederbank een bedrag van $100 miljoen op een onrechtmatige manier heeft gebruikt. De wisselkoers steeg binnen enkele dagen naar ongeveer 10 SRD voor $1. Op de persconferentie heeft het staatshoofd herhaaldelijk opgeroepen tot rust. Hij erkende dat er een vervelende situatie is ontstaan bij de moederbank. Hij benadrukte echter dat zowel de commerciële banken, de moederbank en de overige financiële instituties samenwerken om te voorkomen dat het financieel systeem crasht. Wij kunnen ons niet permitteren om niet samen te werken om te voorkomen dat onze bank der banken valt. Met als gevolg dat het systeem crasht. U bent mensen van de media en u hebt voorbeelden over wat deze zaken zich hebben voorgedaan, maar waarvan vanuit een structuur de mensen de koppen bij elkaar hebben gestoken en voor 99,9% de gezamenlijk zijn gekomen tot een oplossing. Sommigen waren heel hard, maar de essentie van het verhaal is dat er vanuit een nationale optiek, vanuit het volle besef dat als ons financieel systeem crasht, er geen winnaars zijn. Regeringscommissaris Vijay Kirpalani erkende dat de moederbank een enorme klap heeft gehad met de kwestie van de $100 miljoen. Hij verzekerde echter dat deze middelen zullen worden teruggestort. Dus wat betreft de kassareserve zijn de zaken in place. Wat betreft het vertrouwen, dat gaat tijd nemen, dat beseffen we ook. Dat betekent dat we dus invulling moeten geven aan een aantal randvoorwaarden. Wat betreft druk op de koers, er zijn een aantal maatregelen op korte termijn die genomen kunnen worden. En die worden ook genomen, die zijn in de pipeline, as we speak. Er zijn een aantal maatregelen die op middellang termijn en een aantal maatregelen op lang termijn. Er is onder andere ook gesproken met met de voorzitter van het parlement over wetgeving die klaar ligt, waardoor investeringen makkelijker kunnen plaatsvinden in de economie om zaken op te bouwen. Wat we moeten beseffen is dat we op het ogenblik het fiscaal tekort dat we maandelijks hebben, het is plus minus $390 miljoen per maand, dat moet worden geadresseerd. De regering begreep dat, de regering beseft dat en heeft een plan in feite om dat voldoende aan te pakken. Regeringscommissaris Vijay Kirpalani vandaag op een persconferentie op het kabinet van de president. De regering is ingegaan op de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname.